ik wil u niet kwijt. En als dat wil zeggen dat ik u 2 weken naar het andere eind van de wereld moet laten gaan, dan heb ik dat er graag voor over. Ik hou van u. En ik van u. Je vertrouwde huis dan thuis, nergens zo geborgen. Van de nacht tot aan de morgen, altijd thuis. Waar je leven ooit begon en waar je groot werd in de zon. Zoveel warmte kreeg je altijd thuis. Het leven neemt je mee naar het leven en je lacht om elk gevaar. Soms ben je veel te lang gebleven, want naar huis toe gaan je zwaar. Geen vertrouwder huis dan thuis, nergens zo geborgen. Van de nacht tot aan de morgen, altijd thuis. Niet veel gegeten, een snuiteke? Nog een dessertje? Nee, dank u. Hoe zit hij nu met Benny? Wat Benny? Ja, je wilt toch nog altijd samenwonen? Er is nog niks beslist. Doe je dat voor mij? We hier blijven wonen. Mama, er is nog niks beslist. Sorry, hè. Ik vraag het maar. Er is wel iets dat ik zou willen doen. Ah. Toerisme. Ik weet het, als je diploma hebt. Ik zou dat nu ook al kunnen doen. Wat lief. En stoppen met school. Geen sprake van. Ik zou eindelijk eens wat willen verdienen. Je hebt salon toch? Ja, dat is wat zakgeld. Nee, echt salaris. Ik zou wat van de wereld willen gaan zien. Dan heb je later nog tijd genoeg ja, voor. Ja, later. Zolang dat jij geen serieus diploma hebt, is daar geen sprake van, zeg ik. Maar voor toerisme heb je niet altijd een diploma nodig. Nee. Misschien niet om folders uit te delen, nee. Of misschien ook niet om autobussen te kuisen. Maar ik vermoed dat je wel iets hoger mikt, hè. En zelfs dan moet je nog niet denken dat ze je zomaar op reis gaan sturen. Nee, niet iedereen heeft de kans om zomaar op de kosten van een ander naar Zuid-Afrika te gaan, hè? Maar zet nu eens 5 minuten redelijk. Och, mens, vlieg op. Hé. Jenny. Alleen? Ja. Ons snuiteke is juist kwaad en onbegrepen naar boven gevlucht. Oei. Ja, dan zulde jij het haar moeten geven. Wat is dat? Toerisme, sector in volle expansie. Exotische reizen, een onontgonnen gebied. En dan zo nog het een en het ander van de VDAB over jobs in die richting. Dus met u heeft ze er al over gesproken? Gesproken, het is te zeggen. Ze heeft gewoon gevraagd of ik eens wou informeren. Dat is van madame Snelders. En jij zegt niks. Ja, Peggy zei dat ze het zelf zou zeggen. Ja, dat heeft ze juist gedaan, ja. Een scène met slaande deuren. Sorry, Rosa, dat wist ik niet. Zinni, je weet toch zelf hoe pijnlijk dat is als uw dochter iets voor u verzwijgt? Ja, maar zeg, er is toch wel een verschil tussen dit en wat ik met Bianca heb meegemaakt, zeker? Ja. Maar ze zo opeens moet horen dat ze niet voort wil studeren. Hoe niet voort studeren? Nee, ze wil stoppen. In haar laatste jaar middelbaar. Nu, in deze jaar? Allee, zeg, dat zou een stomme tijd zijn, hè? Allee, zo, in deze tijd. Nee, Rosa, daar moet er niet echt tegenin komen. Maar dat moet u toch tegen mij niet zeggen, ik weet dat toch. Maar als ze nu niet wilt luisteren, wat moet ik dan doen? Ja, doe gewoon wat ons maai altijd deed. Als met de prijs staan zwaaien, ja, met een beloning. Maar wel ja, een fiets voor een goede uitslag en op Boskamp voor 10 gouden kaarten. Dat doe ik niet aan mee. Trouwens, waarom moet ik die nu belonen omdat ze werk doet dat ze moet doen? Daar is iets van. Trouwens, ik ken er een, hè, bij wie dat ook niet gepakt heeft. En die nog jonger was als Peggy, toen ze de school voor bekeken hield, hè? Ja. Maar je weet even goed als ik dat ik daar later dik spijt van heb gehad, hè? Dat is waar. En geef die in ieder geval goed herpakt, jong. Ik wil niet dat Peggy in hetzelfde sukkelstraatje geraakt als ik. Dat wil ik kost wat kost vermijden. Maar ja, de vraag is alleen hoe pak ik dat aan? Ja, goede raad is kostbaar natuurlijk. En hij moet rap komen. In ieder geval voor Peggy de verkeerde beslissing neemt. Ja. En voordat ik naar Zuid-Afrika ga.
Hoe? Ja, ik ga niet weg. Het is geen denken van dat ik wegga voordat die zaak is opgelost. Is dat al beslist dat jij naar Zuid-Afrika gaat? Walter vindt dat ik moet gaan. Ah wel. Dat is chic van Walter. Allee, hoe blijft hij nu? Weet ik het. Die moest toch niet werken in de cafetaria, hè? Nu dat ik weet, hè. Ach ja. Vind jij dat niet ook? Allee, dat is misschien maar een gedachte, hè, maar... Dat Simonneke de laatste tijd zo eigenaardig doet. Niet meer dan anders, zeker. Mens heeft toch nooit rust, hè? Allee, wat is dat hier de laatste tijd nu al geweest? Eerst die affaire met Jenny, dan werk, dan weer geen werk. Nu die onnozelaars die beginnen te staken. Maar ik doe niet mee, hè, dat ze dat niet denken. Hè. Ze gaan nu een rat noemen. Kan me niet schelen, dan ben ik maar een rat. Of vind jij misschien dat ik wel moet meedoen? Nou, ik zeg alleen maar wat anders zullen zeggen. Ja? Eindelijk. Wat is er? Schijnt de zon ineens? Deze is niet om mee te lachen, nee. Wat is er? Het is van Verkamme. Verkamme? Onze baas, ja. En wat is met Verkamme? Ik moet u verbieden om mee te staken. Maar ik sta toch niet mee? Dat heb ik hem wel 10 keren gezegd. Maar hij luistert niet, hè. Hij begint altijd terug opnieuw over het feit dat wij hem nu in de rug schieten, terwijl hem ons voor hetzelfde geld naar de NVA had kunnen sturen, zeg. Verdomme, hè! Maar ik heb gezegd dat hem zich beter eerst eens wat zou informeren voordat hem iemand vals beschuldigt. Want dat hem die staking zelf heeft uitgelokt. Of hè, valt een kwam het andere en toen schoot zijn hand uit en vlam. Ik kan u verzekeren dat ik sterke zag. Godfamiliade, ja, ik ken er een die er niet goed van was, hè. Wat ga jij doen? Hij is verder tegen zijn klotenstampertje. Ha, zo, meneer, ik ga zijn poten niet tellen. Frank, alsjeblieft, doe geen zotte kuren, hè. Nee, ik zal meneer zijn gang niet laten gaan, zeker. De rotte genoemd. Maar Frank, blijf hier, alsjeblieft. Nee. U mooi heeft gelijk, dat haalt toch niks uit? Ja, ja. Wat wilde jij nu winnen met daar een beetje boel te gaan staan maken? Ja, ja. Dat hem de politie erbij haalt, ja. en dan liggen zeker op straat. Zal ik hier de politie eens gaan bijhalen, Frank, blijf hier, alsjeblieft. Kom maar. Er zijn misschien andere manieren om te reageren. Ja, zeker één, ja. En als ik toch hiertoe geen reden had om te staken, hè. En wel, vanaf nu wel. Geef dat hier. Ze heeft gelijk. En hou er liever mee haar bezig. Wat is dit? Doet dat heel zeer? Voor mij? Ja, ziet je, Walter, het was een ongelukske. Dat ziet er niet goedkoop uit. Had ik nu echt een nieuw hemd nodig? Nee, ik bedoel, dit hemd vervangt een ander. Op dat ander zat een vlek die ik er niet goed uitkreeg. Een vlek? Van Tom, een chocolademousse. Van Tom, maar dan moet jij dat toch niet betalen? Het was ook een beetje mijn schuld. Hè. Ik heb het ijzer niet gewoon aangekeken. Nee, dat wil ik niet. Je helpt hier al zoveel je kunt en dan zou je nog moeten opdraaien voor Tom. Niks van. En als ik het nu heel schoon vraag? Nee. Alsjeblieft. Goed, op één voorwaarde. Als het nog eens gebeurt, dat niet meer. Hè. Als het nog eens gebeurt, dan strijk ik hier de vlag in plaats van uw hemd. Oh, nee, zover moet je niet gaan, maar dan moet ik Felicien truc. Jenny, als we een beetje verder zijn, dan ga ik een paar mensen uitnodigen om een weekend door te brengen in de Ardennen, als we een beetje verder zijn. Als ons Rosa terug is. Ja. Want ze komt terug. Ja, dat zal wel. Voor u. Walter, ons Rosa is geen gemakkelijke. Ik ken ze al 36 jaar, dus ik kan het weten. Hè. Ze heeft altijd zo'n beetje, moet ik het zeggen, haar goesting moeten kunnen doen, snapte. En als ze dat niet kan, dan wordt ze er niet gemakkelijker op. Hè. Maar ze heeft geen twee gezichten. Waarom heb ik dan het gevoel dat ik getest word? Je hebt er goed aan gedaan, haar die reis te gunnen. Ja, een bank vooruit en een kus van een juffrouw. Ja. Moet jij die een keer opzetten? Is het allemaal nieuw? Jo. Je hebt geld te veel, zeker? Geld genoeg. Hier is een nieuwe van Therapy. Wauw, die vind ik keineig. Ik heb al die cd's. Hey, tof zeg, mag ik die eens overnemen? Tuurlijk, die of een andere. Kies maar. Binnenkort staat mijn kast weer vol. En waar staat uw kast dan? In mijn kast van een studio, hè. Hier is, hè. Dat wordt mijn nieuwe installatie. Wauw, niet goedkoop zeker. Oh, een paar nachtjes doordoen in de square en dan komt die in orde, hè. Alleen van dat drinkgeld? Ja. En pas op met alles erop en eraan, hè. Equalizer, mengtafel, quadrofonie. Cacophonie, ja.
Ik vind dat het tofste model wat erin staat. Ja? Nou wel, als ik hem heb, dan moet hij maar eens komen kijken. Hè? Ja. Nou, kunnen die cd's toch even goed samen opnemen? Hè? Ja. Ah, Peggy. Ik liet hier juist wat foto's zien. Van mijn nieuwe installatie. Dat is niet van haar sokkel draait, als ze het hier dicht zien. Nee. Peggy, wilde jij iets hebben om te drinken? Zie. Kon jij er niet bij zitten? Nee, ik wil niet storen. Staan er nog mooie foto's in? Oh ja, ja. Installaties en tv's. Weet wat jij kunt doen met een nieuwe installatie? Fasig. Dat is nu toch een beetje overdreven? Ja, ik denk niet dat Peggy komt helpen als jij je studio gaat inrichten. Ik wist het wel, Frank, dat je uiteindelijk zou meedoen. Och. Het is een kwestie van solidariteit, hè. Voilà. Dat is het enige wapen van de werkmens. Dat is de reden dat kan tellen. Als we allemaal hetzelfde zeil trekken, hè, dan is het breken of buigen voor Verkammen. Is precies dus waar. Heeft toch gelijk, hè, Frank? Denk je niet? Jo, dat zal wel zeker. Wat zijn ze nu allemaal van plan? Morgen leggen we de blok erop. Oeh. Een wilde staking? Mee of zonder de vakbond. En als een verstandige is aan Verkammen, dan betaalt hem de weekendpremies direct uit en het is zo gedaan. Allee, dat denk ik toch. Verkammen verstandig? Ja, daarom moeten we op alles voorbereid zijn, hè. Ja, ja. Piketten, dat ziet dus wel zitten. Ja. Allee, ga er mee. Er is nog werk aan de winkel, hè. Oh. Allee, het is goed. We zullen eens gaan zien wat er nog allemaal ziet zitten, dus wat. Straks, hè. Wat ga jij morgen doen? Niks. Als Frank mij steunt tegen Verkammen, kan ik toch moeilijk gewoon op die bureau verschijnen. Geloofde mij niet. Nou wel. Maar... Maar wat? Je gaat weer zeggen dat ik moeilijk doe en dat ik u niet vertrouw, maar... Is dat allemaal wel waar, Simon? Hij heeft mij toch geslagen, hè, of niet soms? Wel, ik vind dat die Verkammen zijn polletjes mag kussen dat jij dat allemaal zo laat. Tenzij... Tenzij wat? Tenzij dat jij ook liever hebt dat er niet te veel over geklapt wordt. Tenzij dat die discussie met Verkammen over iets anders ging dan over staken. Je hebt gelijk. Ik wist het. Jij vertrouwt mij nog altijd niet, hè? Jij weet toch wat je doet, hè, Simon? Je weet toch dat je met Frank zijn toekomst speelt? Want als ze hem deze keer aan de deur zetten, hè, dan is het definitief, dat weet je toch? En dan? Zeg, zouden jullie wel blijven zitten? En waarom niet? Ik dacht, met Peggy? Ik mag toch doen wat ik wil, zeker? En als Peggy er niet tegen kan, dat ik je wel vriendelijk ben tegen Caroline. Ja, ze. Ze zeggen dat jij nogal rap vriendelijk bent. Ja, goed opgevoed, hè. In de square ook? Jij gaat ook niet beginnen, hè. In een tong draaien, daar weet je naar het schijnt alles van. Naar het schijnt. En ze zeggen. Je bent wel goed ingelicht, hè. Ja, ik heb verscheidene vrienden die... Stoofdsop, uw vrienden. Als er iets is waar ik niet tegen kan, hè. En is dat soort van zeikneuzen dat altijd alles over iemand anders te vertellen heeft. Daar zijn. Nog een pintje? Ja. Gelooft jij dat? Wat? Van in de square? Hij heeft toch die reputatie, hè, Caroline? Maar ik ben toch elk weekend in de square en ik heb daar nog nooit iets van gezien. Misschien omdat jij al om 12 uur thuis moet zijn. Mensen roddelen graag en jij doet er graag aan mee. Zeg eens, jij verdedigt die nogal? Je bent toch niks van plan, zeker? Hoezo van plan? Omdat we hier een beetje zitten babbelen. Een beetje zitten babbelen? Je hebt toch gezien wat dat Peggy daarvan vindt, hè? Zeg, Peggy, als die daar al niet tegen kan. En trouwens, ze lokt het ook zelf uit, hè? Peggy? Ja, hoe lang houdt ze hem nu al niet aan het lijntje?
Samenwonen en dat weer niet, wat een cirk dat ze daar al over gemaakt heeft. Ik denk dat ze daar juist haar beslissing wel zal genomen hebben. Zit dat daar maar in een hok. Hier? Ja. Ja. Nou, is niks te groot, hè? Wow. Groot genoeg. Allee, ik zal eens eerst die andere dozen gaan halen. Ga daar eens even zitten, Frank. Kom. Wat is er? Ik moet je iets zeggen. Ja, ik ook. Ik moet ook eens iets zeggen. Waarover? Over dat geld. Ik heb al gezegd dat ik het nodig heb. Ja, ik weet het. Ik weet dat ik moet helpen, maar 15.000 frank, sorry, dat kan ik niet. Dat is te veel. Je zult toch nog wel iets over hebben van ons spaargeld dat je gestolen hebt, zeker? Hey. Ik heb het niet gestolen, hè? Ja, dat blijft al gelijk. Ik heb het niet en ik heb het wel nodig. Ja, het probleem is alleen dat er deze man met die staking niet veel is binnengekomen. Jij doet toch niet mee? Jawel. En gisteren heb je gezegd dat je niet mee bent? Ik weet het, zij maar, god. Kon niet anders. Ja, zeg, wat zijn uw zaken, hè? Maar als Bianca die heeft... En de bijgen woont die toch voor niks? Ja, en als dat kind nu wil studeren en die wil op kot, wat dan? En als ik hier nu niet langer kan blijven bij Walter, wat dan? Dat is maar een tijdelijke oplossing, hè? Vergeet dat niet. Allee, niks te maken, Frank. 15.000 en geen frank minder. En laten we er nu in godsnaam over ophouden. Okay. Ik heb u iets anders te zeggen, ze. Wat? Wat is er? Ja. Wat is er? Ons Bianca. Wat is er met Bianca? Die is verkracht. Wat zeg jij nu? Wanneer? Een tijdje geleden. En hoe komt dat ik dat niet weet? Ze wilde niet dat ik iets zei, Frank. Ik ben nog altijd haar pa, hè? Ja, Frank, ja. En wie heeft dat gedaan? Neil. Godverdomme, godverdomme. Ik had het gedacht, hè. En waar zit hij nergens? In het gevangen. Voor dat? Nee, spijtig genoeg niet. Voor een affaire met drugs. Ja, dat ook nog. En wel, ik hoop dat ze me daar op een tijd houden. Want ik, godverdomme, ik slag me op zijn bakken, hè. Frank, ik vraag je één ding. Als er sprake komt, blijf dan alsjeblieft kalm, hè. En waarom zeg je dat nu pas, hè? Waarom zeg je dat nu maar pas? Maar luistert u toch eens even. Luistert! Ze wilde niet. Ze wil nog altijd niet dat iemand het weet. Bianca is mijn dochter, die hè. Die van ons. Daarom dat ik het u zeg. Het is beter dat je het van mij weet. Ons dochter. En ons schuld waarschijnlijk ook. Och, allee. Och, allee. Had dat bij ons normaal gebleven, hè, Frank, dan had dat waarschijnlijk niet gebeurd. Och, allee. Het feit dat wij problemen hebben, geeft die klootzak toch niet het recht om ook maar één vinger eruit te steken? Nee, ze zocht bij hem waarschijnlijk wat ze bij ons niet vond. Geborgenheid en bescherming. En daar heeft die klootzak natuurlijk van geprofiteerd. Ja, allee, wat moeten wij nu gaan doen? Zien dat we zijn. Als ons nodig heeft. Hey, Snuitke. Ja? Ben je al terug? Mm-hmm. Alles oké? Okay? Ja. Ik was het hier juist komen leggen. Dat is van tante Jenny. Ze heeft dat gisteren voor u gebracht. Ja, ik had er eens met haar over gesproken. Ik heb eens in die folders gekeken. En? Interessant. Er zit precies toch toekomst in de toeristische sector. Zie je wel? Ik kan je dat toch gezegd hebben. Als je diploma hebt. Zijn maar gerust. Huh? Ja, dat van dat stoppen met school, vergeet dat maar. Ik heb eens goed nagedacht. En... Oh, gelukkig. En... Wat? Dat ik nog kan nadenken? Nee. Dat je woorden niet te veel hebt laten hangen aan een Benny. Daar is ook niet veel kans niet meer voor. Huh?
Het is af. Geloofde me niet. Eigenlijk al een paar dagen vanaf dat hem toen in die discotheek is beginnen werken. Ik had het eigenlijk al een tijdje zien aankomen. En al die grieten die rond zijn nek hangen. Je ziet hem nog graag, hè? Beetje. Dat is niet gemakkelijk, hè, Snuiteke. Je spreekt precies uit ervaring. Laat dat precies er maar af. Vertel. Ja, later. Dat zeg jij nu eens altijd, hè. Later, later. Je zult toch ooit eens moeten vertellen over vroeger. En je weet, ik weet graag veel. Als je nu weet dat jij nu verstandiger bent dan je moeder vroeger, zit je dan content? Nee. Je hebt er goed aan gedaan om hem te laten vallen. Het is eigenlijk dat hem het nog niet weet. Nee, nee. Perceels die beginnen pas volgende week. Ja. Natuurlijk ben je die al aan het voorbereiden. Ja. Nee, dat is niet gemakkelijk, nee. Luddeverde. Ja, nee, het is gedaan met Hanna, ja. Ja. Nee, 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 dat is niet nodig dat je daarvoor naar hier komt, Nams. Nee. Nee, dat is goed. Dan spreken we dat zo af. Oké. Dag, Maus. Hanna. Je hebt er mij niks van gezegd. Ik was er wel van plan. Ja. Is het al lang? Van zaterdag. En daarom belt je nu uw mama op? Paps, zou je dat erg vinden om daar nu even niet over door te bogen? Nee, 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 natuurlijk niet. Maar ik dacht, als het af is met uw lief, dat is toch maak niet niks? Maak je geen zorgen. En ik lig s'nachts niet wakker met tranen in mijn ogen. En als ik overdag bezig blijf, dan... Studeren? Bijvoorbeeld. Of klusjes opknappen. Moet er niks meer gebeuren in dat chaletje, die luikjes of zo? Studeren, dat... Tom. Studeren. Waar is een tijd dat ik van u moest werken om mijn eigen studies te betalen? Zella. Is de Frank nog niet thuis? Of ligt hij al in zijn bed? Jij hebt hier niks te zoeken. Ik heb hem anders dringend nodig. Je zult hem niet zo rap terug zien verkammen. Oh, is het ineens terug verkammen? Ik dacht dat we afgesproken hadden dat je Robert zou zeggen. Wel, waar is hem? Aan het zuipen in een toetsie zeker. Wat doen de mensen wel, als hem staakt? De Frank? De Frank ook al. Ik zou wel eens willen weten wie dat hem zo zot heeft gekregen. Jij toch zeker niet. Heb jij niet op je knieën komen zitten om hem terug aan te nemen? En heb ik dat niet gedaan? Ik heb mijn Simonneke haar goesting gegeven. Ik heb u goesting gegeven. Je wordt er niet vies van. Trap het af, verkammen. Ik krap niet meer in uw smerig bed. Dan kunnen wij dat hier ook doen, hè? Mijn goesting, godverdomme, verkammen, trap het af. Ik wil de Frank morgen op het werk zien en u ook. Anders, je weet wat er anders gebeurt.